jullie een nijlart doen. En dat is deze nijlart. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien. Deze. En ja, ik heb het met een rietje gemaakt. Ja, nou. Je ziet het niet heel goed. Maar ja, oké. En dat is met een rietje gedaan. En ik heb er ook nog meer volgens mij. Deze. En ik vind het super tof, dus ik wou het ook aan jullie laten zien. En wat je ervoor nodig hebt is een rietje. Kleuren nagellak die je mooi vindt. En ik doe dus deze. Ook deze kleuren. Dus als ondergrond zwart. Ik heb deze van Kosh. Een roze van Catrice. Dit is de You Better Think Pink, nummer 28. Deze van NYC. Dit is Lavender Cupcake. En nog wit van Safari. Ik kan het ook op mijn eigen nagels doen, maar ik heb niet echt heel even lange nagels of zo. Dus ik denk dat ik het maar gewoon op zo'n ding ga doen. Net als hier. Ik kon het ook hierop doen, alleen dan zien jullie het misschien niet zo goed, dus doe ik het hierop. Ik heb deze nailart uit een boekje. En dit is het nailartboek. En hier heb ik hem uit. Even kijken. Hoor. Oh, hier, kijk. Hier. En dan hem zo. En dan staan hier zo een uitleg en voorbeeldjes. En dit is met allemaal nailarts. En ja, het is gewoon een super tof boek. Oké, nog. Ik ben iets vergeten te pakken. Wacht even. Ook nog plakband. En een schaar. Ik gebruik een 3D schaar, want dat vind ik handiger om te knippen met plakband. Oké, we gaan beginnen. Nou, misschien kunnen jullie hem nou beter zien. Even kijken. Hier. En ombre en allemaal dingen. Dus, oké. Dan gaan we hiermee beginnen. Als eerste doe je het beplakken met plakband. Het hoeft niet. Maar het kan wel. En ik doe het wel. Dus, je pakt de plakband. Als je het vooral als je nailarts er langs hebt of zo, dan doe je even hier zo plakband aan dit, want anders komt het er helemaal op. En dat wil je natuurlijk niet hebben. En ook als je het op je nagels doet, het zit hier anders helemaal vol. Plakband. Moet ongeveer. Even kijken, ongeveer zoiets. Hier. Zo. Dan hier. Het is irritant, want je kan bijna niet zien. Anders doe ik. Even dit boek onder. Nee. Kijk maar. En dan pak je nog een plakbandje. En dat doe je onder waar je het dadelijk gaat doen. En zorg dat je iets eronder hebt wat vies mag worden. Je gaat eerst de nagel lakken. En je kan zelf dus de kleuren kiezen. En ik doe als ondergronds zwart, want dan kun je felle kleuren gebruiken. En als je dan wit doet, dan wat koudere kleuren, zeg maar. Zo, het is echt verschrikkelijk weer. Het heeft echt de hele nacht geregend en gestormd. En Oké, dit laat je even drogen. Voor de mensen die benieuwd zijn naar mijn nagellakspullen, het staat nou beneden. Omdat ik dit aan maak was. Dus hier staat het. En dit is ja, eigenlijk geen doos. Hier een
tas, zeg maar. En dan niet zo. En dan zijn dit spullen. Oh, de schaduw zie je echt heel goed. Maar oké. Okay. En dit. En nail art pennen, steentjes, glitter. Fimo. Of hoe heet dat? Fimo? Nee. Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar oké, okay, dit dan. Van die dingetjes. Glitter. En allemaal spullen. Dit zijn die vormpjes. Veilen. Krakelee. En van die dunne dingen. Weet je wel. Nou, dat is dat. Dus dan dit in. En dan... Het staat nou even beneden omdat ik die nailart dus ging doen. Hier is dus dat boek. Dit is zo'n hartje. En daar horen deze kwastjes in. Alleen die heb ik even uitgehaald. Dit zijn de base en topcoats en watjes. Dit zijn make-up sponsjes. Watjes. De nail drawing spray die jullie wel uit een video kennen. En dan even kijken. Dit. En dit. En dit is nog niet alles. Boven staat nog meer. En ik ben het tel kwijt geraakt bij nog 42 nagellakjes of zoiets. Ik weet niet meer wat het was, maar wel zoiets. Dus, ja, dit is dus mijn nagellak. Stash, dinges. Zo, dit is nou droog. En dan pak je het rietje. En dan, ik begin met de wit. Of als je een andere kleur hebt, andere kleur. En dan pak ik deze kant. En dan doe ik nagellak hierin. Het beste is dat je er best veel op doet en dan gewoon een druppel erin doet. En dan niet aan deze kant blazen, maar aan de andere kant. Oh, even goed kijken dat het niet uitloopt. En dan ga je gewoon in het rietje blazen en dan komt dit. Kijk, dan komt dit. Hoe stoer. En dan knip je dat stukje af waar net dat wit in heeft gezeten. En dan kun je hem weer gebruiken. Even kijken, dan pak ik nou de roze. Kijk, oh. En dan ga je weer blazen. Kijk. Dan heb ik dit er weer afgeknipt en dan ga ik naar de lila. Pak je weer het rietje. En dan doe je daar weer wat kleur in. Je kan zoveel kleuren gebruiken als je wil. Maar ik gebruik nu dit. Oké, en dan ga je wel blazen. Als je te weinig vindt, dan pak je nog een beetje. Zo. Zo. En dan heb je een heel vet effect. Ik vind... Dan denk ik... Toch wel deze mooier. Kijk. Wacht. Het ziet er echt heel vet uit. Ik ga het echt een keer op mijn nagels doen, maar... Ja, nou dacht ik... Ik denk dat ik het beter hierop kan doen. Oké, dan ga je de plakbandjes eraf halen. Ja. Zo, plak gewoon hierop. Laat ik dit even drogen en dan doe ik er dadelijk nog een topcoat overheen. Zo, het is nou droog. Nog niet helemaal, plak nog wel, maar ik doe alvast de topcoat eroverheen. En als je het op je nagels doet, dan zou ik wel nog een base coat eronder doen. Maar ik heb deze van Catrice. Dit is de Speed Dry Formula of zoiets. Nou oké, okay, deze. En deze ga ik er nog overheen doen. Zo, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie gauw weer. Doeg!